JINT is het coördinatieorgaan voor internationale jongerenwerking van de Vlaamse overheid. JINT stimuleert en ondersteunt de internationale samenwerking van jongeren- en jeugdorganisaties. JINT is een VZW die er is voor alle jongeren en jeugdwerkers in Vlaanderen met internationale plannen. En wat doen jullie precies? Om het zeer beknopt te houden, wij informeren jongeren en wij stimuleren ze om een niet-toeristische buitenlandervaring op te doen. En we geven hun daarvoor advies. JINT staat ook in voor de uitvoering van enkele subsidieprogramma's die jeugdorganisaties helpen nationale en internationale projecten op te bouwen. Eén daarvan is Youth in Action. Youth in Action is een subsidieprogramma van Europa waarmee dat zij jongeren en jeugdwerkers de kans willen geven om zaken in het buitenland te doen en daarbij van elkaar te leren, uit te wisselen, ook over elkaars cultuur. Bijvoorbeeld een groep jongeren uit België en uit Finland die samen een uitwisseling opzetten. Of een Vlaamse jongere die in Zweden vrijwilligerswerk gaat doen. Dus heel wat kansen. Een programma dat door de Vlaamse jeugdorganisaties talloze keren wordt aangesproken. Ik heb reeds ervaring met het Youth in Action programma. In die zin dat formaat ook wel vaak seminaries en internationale projecten opzet. Met als bedoeling om jeugdhuizen en mensen vanuit de jeugdhuizen, vrijwilligers van de jeugdhuizen, in contact te brengen met mensen die in andere landen, in andere Europese landen, met jeugdhuiswerk bezig zijn of met jeugdwerk bezig zijn en rond bepaalde thema's werken. We hebben al een aantal keer een jongerenuitwisseling georganiseerd in Leuven. En we hebben ook al verschillende keren deelgenomen aan een jongerenuitwisseling in het buitenland. De dingen die we zelf organiseren, daarvoor hebben we een aanvraag gedaan bij JINT om subsidies te krijgen. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Er komen een aantal jongeren uit verschillende landen. Meestal zijn dat 3 à 4 partners, die komen naar Leuven. En dan doen we een week een uitwisseling. Wij zitten in Europa, zij zitten in Europa, wij in het Westen, zij aan de andere kant van Europa. Vooral tonen wat de verschillen zijn, maar vooral ook wat de gelijkenissen zijn. En vooral dan die gasten dichter bij elkaar brengen, maken dat ze op die manier beter Europeanen worden en op fond beter mensen worden.